t-shirt. Oh ja, die sturen we dus net vandaag. Ja, dat klopt. Die mensen van Steen, die is even aan het sproeien. Die hebben zijn territorium aan het afzetten. Moet ook gebeuren, want die staat hier namelijk dus allemaal dames. Je moet natuurlijk wel versierd worden. Ja, ja, ja. Het is een beetje een gekke manier om je vrouwen te versieren misschien. Ja, want die andere sturen die was gewoon lekker op. Degene die gezet aan het sproeien was, was inderdaad het mannetje. En tussendoor hebben we aan de rechterkant van de boot ook nog een paar dieren die jullie misschien wel kennen, omdat ze ook in Nederland voorkomen. De Schotse Hooglanders. Er staat er zelfs eentje in het water. Nou, als het koud wordt, dan valt het ochtends niet altijd mee om ze buiten de vlakte te krijgen. Want die lezen wat ze denken ook jij. Zelfs iets van grappig, als je naar links kijkt, dan zie je dat daar een van die neusjes, daar zit een vogel, een extra zat op de rug, als ik het zeg. Maar je ziet dat wel vaker, dat er een vogel dan op de rug van zijn neushoorn zit. Maar wat hij dan doet, is gewoon de kleine insectjes van zijn rug afpikken. Dan heeft die vogel wat te eten, en dan krijgt hij voor zijn neushoorn als je wil. Dus die werken eigenlijk een beetje samen op die manier. Ja, koud, want er ligt gewoon sneeuw op de bergtoppen. Kunnen ze prima tegen. En nou is het zelfs zo dat er een week of drie geleden is hier nog een kleine jak geboren. Dus misschien kunnen we zo nog even een kraken zien. Hè? Als we hem kunnen vinden. Ze hebben het eerder te warm hier in de zomer. Dan gaan ze bijvoorbeeld ook gewoon allemaal in het water staan. Maar die jaks, die hebben ook echt heel veel haar. En hebben ze vooral bij je staart, zie je het goed? Maar ook onder hun buik. Ze hebben hele lange buikharen. Kijk, er zit ook een heleboel kleintjes tussen. En nou eens kijken of we de allerkleinste kunnen vinden. Ja, ze liggen daar met z'n drie hele kleintjes bij elkaar. Er ligt er in het midden eentje tegen de bomen. Dat is de allerkleinste. Yes. Ja, er zijn er deze zomer echt al 6 geboren.